Albert Janmaat is bij ons de eerste spreker van morgen. Ik wou hem graag uitnodigen om plaats te nemen. Als u zijn website volgt, en ik doe dat de enige regelmaat, hij is hartstikke transparant in wat hij doet, waar hij mee bezig is, wat hij opschrijft. Vorige week donderdag heeft hij nog gesproken met de Europese commissaris van Landbouw, Jan Visiebol. Ik zou zeggen, Albert Jan, aan jou het woord. En wij zijn erg benieuwd naar wat jij te brengen hebt. En ook natuurlijk de uitkomst van het gesprek. Dus misschien wel even plezier om die even nog eens in beeld te brengen. Wat ik je graag wil vragen is, aan het eind van je verhaal, een statement van wat is de boodschap die wij als melkhouders mee moeten nemen, die we morgenochtend of zaterdagmorgen tegen een collega kunnen vertellen van Albert Janma was in Hardenberg en die zei, daar moeten we op letten. Dankjewel, ga je gang. Het is goed om een aantal van u weer te zien en ook in zo'n grote getalen. En dat geeft al aan dat melkveehouderij leeft. Terecht. En toen ik gevraagd werd om hier te spreken op dit symposium, was de eerste titel met dank aan de koe. Nou, inmiddels is het met dank aan het koter geworden, maar ik vind dat toch wel erg jammer. Om te beginnen vond ik met dank aan de koe een uitstekend item. Want uiteindelijk is dat het hier waar u uw brood mee verdient. En als het u goed gaat, gaat het mij ook goed en gaat ons in Nederland het goed. Maar het tweede erbij is, met dank aan het quotum, dat geeft een beetje het gevoel alsof uw sector enkel afhankelijk is van de politiek. Nou, laat ik dan maar bescheiden zijn. Dat is niet het geval. Zoals wij ervoor staan in Nederland, is te danken aan marktgericht werken, ondernemerschap en voortdurend een blik op de toekomst te houden. Ik ben al even kort voorgesteld, ik zal dat niet opnieuw doen, maar ik wil toch beginnen bij mij in Brussel op mijn kantoor. Want ik heb één overeenkomst met u. U stapt 's morgens onder de koeien, dat doe ik ook. Alleen ik ga zitten onder het bureau waar dit schilderij hangt, Roosje Stevenie. Dus beide beginnen we 's morgens onder de koe. Dit schilderij heeft nog meer symbolische waarde, want sinds 1999 ben ik lid van het Europese parlement en landbouwwoordvoerder. Het is me opgevallen dat Nederland er goed op staat in Europa. U wordt gevreesd. Het idee is dat de Nederlandse land- en tuinbouw ijzersterk is. En hoewel de melkveehouderij niet de grootste sector is, is ze wel de beelddrager bij veel van mijn collega's voor de Nederlandse land- en tuinbouw. En dat lijkt me het beste punt om trots op te zijn. Het tweede is, waarom die schilderij? U ziet, die koe staat te wachten. Die is geschilderd op het moment dat die stond te wachten. Voordat hij die melkput inging. Maar ten tijde van de MKZ-crisis kreeg ik veel ambtenaren van de Europese Commissie over de vloer, ook lobbygroepen. En ik heb elke keer gezegd, deze koe is heel angstig. Dat komt van het beleid wat we hebben, het non-vaccinatiebeleid. En deze koe gaat pas weer goed kijken, uitdagend kijken op het moment dat dat beleid veranderd is. En in die zin, nog een goede boodschap. Langzamerhand beweegt Europa in de goede richting. En dit najaar zal het nieuwe actieplan de bestrijding van besmettelijke dierziekten worden gepresenteerd. En dat betekent dat we weer een stapje verder gaan in de acceptatie van vaccinatie tegen besmettelijke dierziekten. En in die zin wil ik u het plaatje ook niet onthouden. En kunnen we zeggen dat we misschien met elkaar ook Roosje Stevenie een dienst bewezen hebben. Het thema met dank aan het quotum, met dank aan de koe of met dank aan de boer zou je kunnen zeggen. Want wat u als sector de afgelopen 20 jaar hebt gedaan is indrukwekkend. Ik ken geen landbouwsector in Europa die meer veranderingen heeft meegemaakt dan de melkveehouderij. Laten we maar beginnen met de heel ingrijpende superheffing in 1984. Daarna agenda 2000. Met prijsverlaging, richtprijsaanpassing, minder mogelijkheden om je melk in te leveren. Interventie werd teruggehaald en het quotum werd een klein beetje vooruit. Je zou kunnen zeggen, de eerste stap, een kleine stap in de richting van weer meer marktgericht beleid. En, dat is politiek heel belangrijk, de hele quotering is politiek enorm succes geweest. Als je ziet wat de melkveehouderij
20 jaar geleden kostte aan het Europese budget en wat het in 2000 nog kostte, dat was teruggelopen tot met meer dan 60-70%. Dus budgetair was het een geweldig succes. Dat was niet de laatste verandering, want de volgende verandering die we hebben gehad is 2004. De midterm review, zoals dat in, bijna mooi Engels heet. En dat was in feite de voortzetting van Agenda 2000 met nog een aantal stappen meer. Voor het eerst kenden we in Europa niet meer een richtprijs. Dat is vrij uniek, want zolang we het Europese landbouwbeleid hebben gehad, hadden wij ook een richtprijs. De interventieprijs van boter is omlaag gegaan, het quotum wordt met 2% verruimd. Er is een compensatie voor 80% voor die prijsdaling, terwijl niemand weet wat exact die prijsdaling wordt. En de beperking van interventie voor boter. En de quotumregeling, en dat was op zich wel uniek, want die liep tot 2004, is verlengd tot 2014. Dat is heel uniek, want nooit hebben we in Europese landbouwpolitiek een moment gehad dat een bepaalde regeling voor zo'n lange tijd werd vastgelegd. Ik verbaas me wel eens over de grote onzekerheid. Als je nu fabrieksaardappelen teelt, of suikerbieten, de fabrieksaardappelregeling wordt altijd voor 2 of 3 jaar verlengd. Nou, dit voor 10 jaar een regeling vastleggen is een hele lange periode. Etappe over en dat is niet de bedoeling. Je bent niet beter, Jan-Kees. Ik heb u 3 veranderingen laten zien. En wat kunnen we voor les eruit leren? Om te beginnen dat de sector dus veel veranderingen aan kan. Het is geen sector die zoveel veranderd is in die tijd. En dat les 1 eigenlijk van vandaag wat mij betreft dan is, voor melkvelders, wees niet bang voor veranderingen. De wijze waarop de sector het opgepakt heeft, elke keer in nieuwe politieke situaties, nieuwe marktsituaties, was ze in staat om die veranderingen op te vangen. Maar tegelijkertijd kennen we dat quotum nu een goede 20 jaar. Velen denken dat dat de enige oplossing is, maar de vraag is of dat quotum nog een keerzijde heeft. En als je de balans opmaakt van een periode, is het toch goed om daar in ieder geval je blik op te zetten. Om te beginnen was het idee dat de quotering een zeer sociale regeling was. Zou de sanering in de melkveehouderij stoppen? Dat is niet het geval. Sanering in de melkveehouderij gaat zeker zo hard als in andere sectoren. En dat geldt niet alleen voor Nederland, dat geldt voor heel Europa. Tegelijkertijd is Europa op 4% van de productie wereldwijd is er kwijtgeraakt en wij zijn ruim 60% van ons export naar de wereldmarkt kwijtgeraakt. En ik zeg dat even omdat het heel belangrijk is, want Nederland behoort tot de 3 van de exporterende naties op het terrein van landbouwproducten. Dus we hebben best wel wat te verliezen en op het terrein van de melkveehouderij hebben wij internationaal stevig aan positie verloren. Daar komt nog bij dat het ondernemerschap in Nederland toch een kant op moest. En in geen ander land in Europa heeft dat geleid tot torenhoge quotumprijzen. En op dit moment is de discussie aan de gang, wel of geen quotum. Maar de realiteit is dat op dit moment onze kostprijs in Nederland veel hoger is dan in andere landen. Andere sprekers zullen dat beeld nog verder uitzetten. Maar dat is mede reden dat op dit moment de ontwikkeling van de melkveehouderij in Nederland wat stagneert. De hoge kostprijs ten opzichte van uw Europese concurrenten. En natuurlijk heeft die quotering stabiliteit gebracht. Maar één zaak is daar erg onderbelicht bij gebleven. Ik werkte bij de invoering van de quotering, bij de Groningen CBTW destijds. Ik heb dat meegemaakt. En ik weet nog de situatie dat we op dat moment een analyse maakten van de leden, melkveehouders, dat 40% acute financiële problemen had. 40% van de melkveehouders. Toen kwam de quotering en iedereen zei, dat brengt rust. Maar de realiteit was ook dat op dat moment de rente voor leningen, voor investeringen,
12% was. Die is vrij snel daarna gedaald en inmiddels zitten we op 4%. En ik ben ervan overtuigd, als u eigenlijk kijkt naar uw eigen bedrijfssituatie, de wijze waarop u boert, de wijze waarop u geld leent, dat deze politiek met verlaging van rentes, maar ook met een stabiel renteniveau, met in de hand houden van overheidsuitgaven, ik zeg niet net zo belangrijk als de quotering is geweest, maar wel heel erg belangrijk is geweest. En dat is ook een les die we uit dat verleden kunnen leren. Een les voor u als ondernemer. Vanuit het verleden kun je zaken leren, maar laten we nu proberen een blik op de toekomst te werpen. En voor het eerst is er ruim mogelijkheden, zijn er ruime mogelijkheden voor discussie. Er werd al gesteld bij de inleiding dat het quotum er in 2015 afgaat, dat het besloten is. Praktijk zal waarschijnlijk zo uitpakken. Maar de realiteit is dat de huidige regeling tot 2013 loopt, 2014. En als er geen nieuw besluit komt, dan zal die vervallen. En op dit moment is de situatie zo dat in de Raad van de Landbouwministers er een blokkerende minderheid is om een nieuw besluit te nemen. Dus de kans dat het zal gebeuren is een reële kans. Maar het besluit is er nog niet. Dat is de politieke kant van de zaak. Maar essentieel is, omdat er nog voldoende mogelijkheden zijn om mee te praten, dat ik nog niet heb meegemaakt in de periode in het Europese parlement, dat de invloed van het bedrijfsleven, missen met goede argumenten komt, zo groot is, heeft u alle kans om daarover mee te praten. En dus is het heel essentieel van wat u als veehouder wilt in de toekomst. Ik ben blij met de discussieronde van de LTO in Nederland. Ik zie ook in andere landen dat nu gebeuren, dat men de discussie aangaat. Maar het is essentieel dat u als ondernemer eerst kiest. En vervolgens kijkt, wat kun je daar politiek mee? Dat lijkt me een goede volgorde. Ja, en wat kan de koe? Dat hangt mede van uw ondernemerschap af. Dat hangt ook af hoe wij in Europa onze milieuruimte op een goede manier benutten. Maar de trend is duidelijk dat het beleid wat gevormd werd door precies aan te geven wat geproduceerd zou kunnen worden. En als er al een probleem was dat de overheid het overtollige wel innam en dat uitbetaalde, dat beleid heeft ze langste tijd gehad. Maar tegelijkertijd is er wel een andere trend om te zorgen dat je wel kunt produceren. In ieder geval dat de randvoorwaarden zo zijn dat je als ondernemer verder kunt. Dat is de hoofdlijn waar u in de toekomst mee te maken hebt. En dan is de vraag even, is dat een dreiging of een kans? En dan komt de vraag maar even heel scherp aan de orde. Is een boer een zetbaas of een ondernemer? Wacht hij eerst op wat de omgeving doet of maakt hij zijn eigen keus? Misschien wat zwart-wit, maar ik denk toch goed is, nu ook een keerpunt staan in het hele zuivelbeleid, om voor jezelf, op je eigen bedrijf, die afweging ook te maken. En voor die afweging zijn een aantal zakelijke en strategische overwegingen van belang. De komende 10 jaar zijn beslissend voor de Europese Unie. Waarom? Wij leven in een tijd dat de wereld kleiner wordt. Dat noemen we globalisering. Dat gaat zeer, zeer snel. Daar heeft u ook mee te maken. En dat betekent dat de Europese Unie de komende 10 jaar het sociaal beleid moet hervormen. Dat landen de stap moeten maken die we in Nederland hebben gemaakt. Zorgen dat je weer concurrerender wordt op een wereldmarkt. Er liggen veel meer mogelijkheden. De welvaart zal groeien in grote delen van de wereld. Maar dat betekent wel dat wij scherp moeten zijn. Het zal minder over het verdelen gaan, maar meer over de wijze waarop we innoveren. De wijze waarop wij onze kosten verdienen. Tegelijkertijd liggen daar FAO-rapporten. Dat is de Wereldvoedselorganisatie. Die alarm hebben geslagen. Het is zo, als je kijkt naar de wereldbevolking, die groeit snel. Maar ook de welvaart in delen van de wereld groeit heel snel. Maar waar de welvaart groeit, gaan mensen vlees eten, gaan ze zuivelproducten eten, willen ze eiwitten hebben. En de FAO heeft becijferd dat, willen we ervoor zorgen dat de honger in de wereld niet groeit, in 20 jaar tijd de wereldvoedselproductie verdubbeld moet zijn. Op korte termijn zult u dat niet merken, maar op langere termijn is dat die verwachting. En op dit moment is er al een hongerprobleem in de wereld, want 40% van de mensen heeft al dagelijks meer of meer honger.
met alle discussies die we maatschappelijk hebben over allerlei zaken, zou ik willen dat dat hoger op de agenda zou kunnen komen te staan. Niet alleen wat u betreft, maar ook als je kijkt naar een rechtvaardige wereld, waar mensen geen honger meer lijden, hebben ze minder de neiging om andere dingen te doen, maar wanhoop te handelen. Op het moment dat je dat oplost, zul je zien dat je op een stabielere wereld krijgt. Maar die twee gegevens zijn van belang voor de strategie die u voor de komende 10 jaar wilt opzoeken. Dan het Europese speelveld. Na het wereldspeelveld denk ik goed is om te kijken naar Europa zelf. Want uw markt ligt voor een groot deel in Europa zelf, voor minder dan 90%. Het kan misschien weer veranderen, maar op dit moment is dat. En dan zie je dat de consumentenvraag naar vers, gezond, eiwitrijk en speciaal product, die stijgt spectaculair. U zegt, misschien merk ik dat in Nederland niet direct, maar als je kijkt naar de rapporten van de nieuwe lidstaten, dan zie je dat daar, met name voor die producten, de vraag spectaculair stijgt. Voor delen van Europa zal de welvaart de komende 10 jaar behoorlijk stijgen en dat betekent extra vraag. Tegelijkertijd is het duidelijk dat steeds meer collega's van u in de Europese Unie het laten afweten. Er zijn een aantal landen waar op dit moment het quotum niet wordt volgemolken. Er is sprake van een zekere crisis in Groot-Brittannië. En het Franse systeem is te schaar en dat leidt tot een zekere onderbenutting van het quotum. In Spanje dreigt hetzelfde. En er zijn, ook in Griekenland kan dat probleem ook gaan spelen. En tegelijkertijd in het Europees speelveld zie je dat er een soort waterscheiding optreedt. Er is een groep die door wil en tegelijk een groep die zich steeds meer richt op de politieke belangenbehartiging en kijkt naar de premies, naar de plattelandsvernieuwing. En met name die twee facetten zullen een rol gaan spelen om te zorgen dat meer marktoriënteerde Europese marktverhelderij, dat er toch een soort sociaal vangnet is. Ik maak even een uitstapje naar de suikersector. De Ieren zijn gestopt in de suikersector, hebben daar een groot bedrag voor gekregen, voor omschakeling. Ook voor werknemers in de suikerboetenindustrie, dat zie je ook in delen van Italië. Datzelfde beleid is een beetje een proeftuin voor het nieuwe zuivelbeleid. Dat betekent dat specialisatie steeds meer een rol gaat spelen. Tegelijkertijd zal ook de invoer in Europa groter worden. Dat hebben we te danken aan afspraken op het terrein van de Wereldhandelsorganisatie. En ik verwacht gewoon dat er toch een status quo komt op het terrein van het milieubeleid. Ik ga nu niet uitweiden over alle regels die we hebben, die u wel zeer knellend ervaart, voor een deel overigens wel, omdat wij in Nederland echt heel vaak bronzen aan de paus zijn. Maar goed, dat is toch van belang om daar rekening mee te houden. En de eerste stap zal zijn toch de blokkering van de bodem, van een bodemrichtlijn. Volgend jaar hebben we een eerste herziening van het landbouwbeleid. En daarvan is voor belang waar u op koerst. Koest u op behoud van het bestaande of meer voor de toekomst? Nou, voor het behoud van bestaande is van belang. Hoe zien die premies eruit? Die zullen tot 2013 vanwege financiële problemen toch met een 7% worden gekort. En zal er toch een soort saneringsregeling weer komen. Het plattelandsbeleid wordt belangrijker. Daar kun je op inspelen. Verbreding en interventie die dus de mogelijkheid om producten af te zetten bij de EU op het moment dat je geen verkoop hebt. Die mogelijkheid zal verder worden benoemd. Wat kan er wel? En dat vind ik toch een agenda voor de toekomst. Dat gaat de volgende keer. Voor Nederland lijkt mij die agenda van uitermate groot belang voor de toekomst. Om te beginnen ben ik al 2 jaar een groot voorstander van het internationale quotumhandel. Er komt meer draagvlak. Het wordt een hell of a job om dat te realiseren, maar er komt meer draagvlak. 14 jaar geleden was ik bij Nordmilk in Noord-Duitsland. Die zijn er ook fel voorstander van. En je ziet die groep uitbreiden. Het zou goed zijn om de supereffing te verlagen voor wie geen gebruik maakt van Europese regelingen om overtollige boter, overtollig poeder in te leveren. En een verevening van het quotum op Europees niveau zou ook een goed middel kunnen zijn. Als sommige landen te weinig melken, geef het dan aan die landen die misschien daar iets boven zitten. Dat hoeft niet door middel van quotumverschuiving, maar per jaar weer te bekijken. Verder, quotumverruiming, daar moeten we op koersen. Want, waarom is dat het geval? De vraag op de wereldmarkt stijgt 1% meer dan het aanbod. En wij als exportland zouden daarvan moeten profiteren. En we moeten juist die overgangsperiode tot 2014 benutten om ons aan te passen aan een nieuw regime. Oppassen voor
te grote stappen, maar wel zorgen dat je die periode kunt verkennen. Wat kan de markt hebben en hoe organiseer je dat? En dat betekent ook voor u dat het essentieel is dat in die blauwe hartgeen, in de kolom, samenwerking tussen zuivelindustrieën en boeren essentieel is. Waar ook ter wereld boeren niet meer verbonden zijn met een afzetorganisatie, daar gaat het slecht met de boeren. Kijk naar grote delen van Groot-Brittannië, kijk naar de koffieboeren in de derde wereld. En de plattelandsontwikkeling, de verbreding, die moet meer economisch gaan onderbouwen. Nederland krijgt 50 miljoen euro extra vanuit Brussel de komende 7 jaar voor plattelandsontwikkeling. Het zou goed zijn wanneer we daar een goed programma voor zouden hebben voor verbreding op bedrijven. Natuuronderhoud, maar ook voor afzet van producten, verbetering van kennis, dat soort zaken. Dit is wat mij betreft de agenda voor het zuivelbeleid de komende 5 à 10 jaar. En een aantal zaken kunnen we realiseren, een aantal misschien nog niet. Maar het is wel uitermate van groot belang dat uw sector daar wel standpunt over inneemt. En dat betekent ook dat het heel essentieel is dat de komende tijd nog sterker het marktbeleid bepalend wordt voor uw ondernemerschap. Dat u de discussie aangaat over de premies, hoe u dat uit moet voeren. Heel veel landen kiezen voor een flat rate. Een premie voor iedereen gelijk werkt daar. Geeft maximale flexibiliteit tot de bedrijven en voorkomt veel bureaucratie. Denk erover na wat u op dat terrein wilt. De komende kabinetsformatie, daar zal over gesproken worden hoe er in Nederland met de premies omgegaan wordt. Hebben we het allemaal nog onderscheidend, per bedrijf verschillend, per boter verschillend, per sector verschillend, of gaan we toe naar een flat rate, wat veel landen al doen. Cofinanciering van het landbouwbeleid wordt daarop een belangrijk punt. Gaan we een deel nationaal betalen en een deel Europees, dat besluit lichter. We hebben nu als parlement dat vooral eerst geblokkeerd, omdat we vinden dat het concurrentiebelasting leidt. We denken wel over na. Soms kan het beter zijn met iets minder genoegen te nemen en minder cofinanciering, waarbij het ene land het wel betaalt, meestal zuidelijke landen, en andere landen waar u dan sterk afhankelijk wordt van uw eigen regering of het geld wel of niet uitgekeerd wordt. Hetzelfde geldt voor het milieubeleid. Het milieubeleid moet meer gekoppeld worden aan economische slagkracht. Dat betekent dat bij elke stap die gemaakt wordt in dat beleid, die afweging wordt gemaakt. En op dit moment gaat het in die zin beter in Brussel. Al een tweetal zaken hebben we kunnen blokkeren, omdat sociaal-economische gevolgen van het milieubeleid te sterk waren. We komen in 2015 en dat is gelijk mijn afronding. Opnieuw die ode aan de koe en ode aan de ondernemer die met de koeien omgaat. Er zijn 3 zaken heel belangrijk. Om te beginnen het product. Wat vraagt de consument? Daar zult u op moeten inspelen. Op het landschap. Wat vraagt de kiezer? En als de kiezer wat vraagt, kunt u terecht daar een rekening neerleggen. En wat wil de ondernemer? Welk type mens bent u? Waar kiest u voor de komende tijd? Dat is mede bepalend voor het beleid wat u voorstaat voor de komende 5 à 10 jaar. Maar zeker is wel dat er zonder ondernemers geen kansen zijn en dat er zonder boeren geen eten is. Ik zeg het vaak tegen collega's. Die zeggen, het budget voor landbouw moet minder worden. Minder aandacht ervoor, want de sector wordt maar weer een gelegenheid kleiner. Je kunt best een maand zonder onderwijs. Als je redelijk gezond bent, kun je ook redelijk tijd zonder dokter. Maar een dag zonder eten wordt al verrekt lastig. De sector zal het misschien ook af en toe iets meer moeten uitdragen. Maar het allerbelangrijkste is, met al die gegevens, dat u wel een strategie moet hebben. Want zonder strategie bepalen anderen wat u moet gaan doen. Dat lijkt me slechter wat het is. En zonder strategie heeft u als boer geen toekomst. En zullen de koeien uit het land verdwijnen. Dank u wel. Albert-Jan, bedankt. Ik ben begonnen met Roosje Stephanie. Waaronder je aan het werk gaat iedere dag. Daarna heb je ons meegenomen door een spiegeling, zeker een spiegel die ons er voorgehouden is. Van ja, er is heel veel veranderd, maar kijk eens wat u allemaal aan verandering heeft meegemaakt. Kijk naar het quotum, maar kijk ook naar het monetair beleid. En eigenlijk heb je de verbinding aangebracht tussen de sector
en alle andere zaken die in de economie en de samenleving spelen. Dat zou zo een enorm grote invloed zijn op onze sector. Ik denk in die zin dat je daar ons heel goed de spiegel hebt voorgehouden. Want de zelfreflectie is iets waar we in de sector nog steeds met elkaar niet al te sterk in zijn. Dus af en toe is het plezier om die spiegel voorgehouden te krijgen. Nog goed om die spiegel voorgehouden te krijgen. En je laatste boodschap is volgens mij klip en klaar en helder. En ik denk ook de boodschap die we morgen tegen collega's of zaterdagmorgen tegen buurman kan vertellen. Van Albert Janmaat stond hier en zei van ja, moet luisteren. Wij moeten met elkaar goed nadenken. Want zonder strategie geen toekomst, geen boeren en geen koeien. En ik denk dat dat een hele heldere en goede boodschap is.